campagne FabLab voor zuurstof is er 100.000 euro opgehaald. Dat is 2 keer zoveel als we voor ogen hadden. Dus dat overtreft echt wel onze stoutste verwachting. We hebben zo in een race tegen de klok moeten werken. Dus dat heeft een hele dynamiek op gang gebracht waar alumni, proffen, assistenten, studenten allemaal samenwerkten en waar we de normale hiërarchische afstand gewoon overboord gegooid hebben. Een van de dingen die we tijdens de coronacrisis toch wel geleerd hebben, is dat we kwetsbaar waren omdat we zo afhankelijk zijn van technologie uit het buitenland. Dit project toont aan dat als we willen, we in België wel degelijk onze eigen technologie kunnen produceren. Op dit moment zijn de testen het belangrijkste. Ervoor zorgen dat het toestel veilig is en inzetbaar. Ongetwijfeld zal daaruit wel blijken dat er bepaalde dingen beter kunnen in het ontwerp. Dus we zijn van plan om heel snel een tweede versie te maken van het ontwerp en dat ook effectief te bouwen.